CBN Prime Alert die sprak er met A20 voorzitter Steven Rijmen over een aantal actuele zaken. Vandaag het vervolg uit het vraaggesprek met de A20 voorzitter. Ik denk dat de president zelf gekeken heeft ernaar en gezien heeft dat zijn team nog niet zo functioneert zoals het zou moeten functioneren. Hij is al begonnen om binnen het kabinet van de president reshuffling te doen. Hij had beloofd wat de First Lady betreft. Ik geef hem dat mee. Hij heeft het gedaan. Het heeft wel lang geduurd. Maar ik denk dat als hij een nationale president moet zijn, want de president en ik hebben toch vrij een goede relatie, denk ik dat hij moet gaan luisteren meer naar het volk, luisteren naar echte deskundigen, geen vriendjes, die het menen met het volk. En dan denk ik wel dat de president nog de kans heeft, samen met de vicepresident, handen bij elkaar slaan om toch nog Suriname te redden. Maar zo niet, als het zo doorgaat, denk ik dat het beter is dat we vervroegde verkiezingen hebben. Iemand zal wel zeggen, oké, ja, maar Rijmen, je takkelijk politiek is. We vast aan nego. Laten we liever eerder beginnen en of laat hij een zakenkabinet doen. Misschien met die minister kan hij gaan. Wij praten over een technisch kabinet. Misschien kan hij die richting opgaan nu. En daadwerkelijk mensen vragen die in staat zijn om die verandering te brengen en die staatsmanschap willen demonstreren. Niet geen ja-knikkers, maar staatsmanschap. Dat we misschien een andere richting op kunnen gaan. En dat hebben we nodig in deze tijd. Heer Rijmen, het is de president die benoemt en ontslaat. Dat is zo. Maar we hebben in de afgelopen 2 jaren toch wel vaker gezien dat bij bepaalde zaken de coalitiepartners op hun achterpoten zijn gaan staan. En als de president nu bijvoorbeeld een NPS-minister of een ABOP-minister gaat ontslaan, denkt u dat het allemaal zo makkelijk zal gaan binnen de coalitie? Uiteraard niet, absoluut niet. Ik luisterde gisteren naar een deskundige en hij haalde een voorbeeld aan van hoe het gebeurt in andere landen. Dat in principe, als je luistert naar het volk, dan zou je in feite moeten hebben dat de mensen met de meeste stemmen eigenlijk gaan regeren. Dus dan zou je in principe, ondanks NDP voor in mijn ogen een slechte job heeft gedaan, zou je VAP, NDP, misschien ABOP-regering moeten hebben, had je dan 3 sterke mannen bij elkaar die elkaar in balans konden houden. Maar dat is niet gebeurd. Dus als je in die coalitie zit, denk ik dat die coalitie daadwerkelijk ook eisen zal stellen. En omdat je zo'n regering wilt formeren, dan ga je daarmee rekening moeten houden. Dus het gaat niet makkelijk zijn, want als bijvoorbeeld de VAP-president zegt, ik wil 3 mensen van ABOP reshuffelen, dan denk ik dat meneer Brunswijk gaat zeggen, maar dan moet je ook 5 mensen van jou reshuffelen. En als je die 3 ministeries van mij wil hebben, moet je me dan 3 ministeries van jou ook geven die ik wil hebben. Dus we weten, in de praktijk is het niet zo makkelijk als hoe men dat zegt. Dus ik wil de president en de VP in het belang van het volk, elke keer dat je ministers ontslaat en benoemt, heb je een probleem dat je dan, het kost het land te veel geld. Dus laat men goed daarover gaan nadenken, begrijp je? Of laat men een wet laten komen. Dan hebben deze ministers misschien nog geluk, maar de anderen zullen dan dat geluk niet hebben. Waarbij men die wet die NPS toen had gezet, dat nadat je minister bent geweest, nog een aantal, gratis gelden krijgt. Om het maar zo cru te zeggen, laat men die wet afschaffen. Laat men het zo, als men dat doet in het buitenland, de ministers misschien de gelegenheid geven nog dat ze 1 jaar vol salaris krijgen. Voor mijn part kan je ze zelf 2 geven, maar dan is het afgelopen. Begrijp je? Geen pensioen en dat soort dingen. Dan is het gewoon afgelopen. Dat denk ik al, dat je dan kan komen op een plaats waarbij, ook al zou je reshuffelen, dat mensen weten waar ze staan. Maar nu al je reshuffelt, je zet iemand daar en de persoon moet maar misschien een vol jaar minister zijn en krijgt dan alle voorwaarden die verbonden zijn op de wet van ministerschap en dat soort dingen, presidentschap. Dus ik denk dat zijn de wetten die men, waarnaar men moet kijken en die dingen veranderen. In plaats dat je
direct ministers gaat reshuffelen. En je doet niet eerst het voorwerk. Voordat je dat doet, begin die minister die komt. Als zo die minister bij wijze van Rijmen hier te zeggen dat luister. Je wordt minister, maar die oude wet is niet van toepassing van jou. Het gaat per direct in dat u minister wordt. Na 1 jaar hebt u krijgt een salaris van 1 jaar nadat u bent ontslagen of nadat je periode hebt gezeten. En ik denk dat alvast wat gelden voor Suriname kan winnen. En in de toekomst dat de minister daadwerkelijk een dienende job zal worden. Maar niet een job dat iedere minister met macht en al dat soort dingen. En je weet niet, die zit mee om te gaan. Meneer Rijmen, als A20 voorzitter, hoe kijkt u ook naar dat van de dienstreizen van de regering en ook bij het parlement? Kijk, de dienstreizen van de regering, als er daadwerkelijk, en ik denk dat de assemblée dat kan toetsen en de mensen die daar zitten, als we daar zo'n voordeel eruit halen, is het geen probleem. Maar als een land in een situatie is zoals Suriname is, denk ik dat je het moet minimaliseren. Denk ik dat je de mensen die nodig zijn moet sturen ernaar. Maar we horen dienstrijden waarbij families, kinderen erbij betrokken zijn. Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor het land? Ik bedoel, als je op dienstrijd gaat en jij als vader wil je dochter meenemen en je betaalt zelf je ticket, je zorgt ervoor dat je dochter in ieder geval een goede vakantie heeft, of als je wil dat ze iets wil leren, maar jij bent degene die de kosten dekt, heb ik geen problemen daarmee. Maar wanneer het staatskosten zijn, dan zeg ik dan, we moeten daarvan afstappen. Er moeten wetten komen die dit soort dingen verbieden. Dienstrijders moeten niet zijn dienstrijders. En laat mij eerlijk zijn, om direct te zeggen dat het niet alleen deze regering, het is iets dat altijd gaande is, dat men een vriendje of een vriendinnetje meeneemt op een dienstrijd. Het is niet iets van deze regering alleen of NDP-regering. Het is een soort Surinaamse way of how we do it. En ik denk dat men daarvoor ook nu wetten moet zetten. En wat het geval betreft van de DNA-voorzitter, denk ik dat men in de vergaderende DNA-voorzitter duidelijk naar buiten moet komen wat er precies is misgegaan. Ja. En zegt u dat er nog andere zaken zijn die toch wel uw aandacht heeft? Absoluut. Kijk, we zijn in de maand Ramadan, toch? Waarbij sowieso religieuze organisaties en zeker ook mijn moslimbroeder ons oproepen tot bezinning en dat soort dingen. En ik denk dat wij in deze periode van vasten en deze periode van bezinning, dat we als Surinaamse natie meer en meer moeten gaan nadenken over het Surinamer zijn. Hoe noem ik dat? Die legacy die we achter willen laten. Het nalatenschap die we willen laten. Want de meeste mensen die in de politiek zijn, zijn mannen boven de 40, 50 jaar. 60, 70 zelf heb je. En men moet gaan over nadenken. Is dit de Suriname die we willen achterlaten? En ik denk, we zijn nu in een religieuze periode. We moeten meer en meer tot bezinning komen. Dat als we zo doorgaan, wat laten we achter voor ons nageslacht? Politici moeten meer en meer staatsmannen worden. En niet politici zijn van een politieke partij. Maar je moet een echte volle vertegenwoordiger zijn in het parlement. Het ding moet stoppen van coalities. Parlementariërs zijn daadwerkelijk coalitieparlementariërs en oppositie. Er moeten manieren gevonden worden waarbij wij samen dingen kunnen doen. De president praat steeds over samen, maar sorry, ik mis het samen. Hij kan niet eens samen een pakket uitdelen met de VP, maar hij roept constant mensen om samen dingen te doen. Dus put your money where your mouth is. Dus ik denk dat er meer moet gekeken worden naar het nationalisme. Dingen zoals de president zegt, laat me zijn woorden zeggen, samen doen. En dan roep ik die president weer op om het niet alleen te doen met VAP'ers en mensen die eigenlijk, bijna kan je zeggen, niet kritisch zullen zijn. Roep ook de buitenparlementariërs op. Roep ook andere mensen op. En
Laat ons niet gewoon, want we hebben ook onze bijdrage geleverd bij het sociaal akkoord. Maar laten we niet alleen de bijdrage leveren, maar laat daadwerkelijk wij ook helpen om het te realiseren. Begrijp je? We weten dat die vorige NDP-regering wel af en toe iemand die anders dacht dan hun heeft geplaatst op politieke posten. Misschien moet dat in die reshuffling ook de tijd. Het nationalisme moet veel meer naar voren komen dan wat we tot nu toe gezien hebben. We kunnen de president met zijn team geen voldoende geven, maar hij is gekozen. Hij mag 5 jaar zitten. Maar mijn oproep zou zijn, is dat we gaan nadenken over het land. En dat de president daadwerkelijk nu dingen gaat doen voor Zeta Kondre samen met de VP. En als hij niet kan, dan moet hij maar vervroegde verkiezingen uitschrijven.